Veel leegstaande kantoren, winkels en andere bedrijfsruimte in Arnhem zijn de laatste jaren omgebouwd tot woningen en horecazaken. In de komende tijd komt daar nog veel ombouw bij. Om leegstand tegen te gaan, versoepelde Arnhem de regels voor het ombouwen van panden. Met succes, blijkt nu. Maar succes kent een keerzijde. Verslaggevers Hubert Vet en Pieter Pluijgers spraken met wethouder Katelijne Bouwkamp en D66-raadslid Sjoerd Dijk. In 2015 is deze regeling ingevoerd. Wat was de reden ook alweer dat we dit beleid toen bedacht hebben? Nou, we zaten toen midden in de crisis. We merkten dat er heel veel kantoren in Arnhem leeg stonden. Of niet alleen in Arnhem. Maar daar wilden we in Arnhem in ieder geval ook iets aan doen. En toen hebben we besloten om te zorgen dat alle ontwikkelaars die iets met kantoren wilden op het gebied van transformeren, dat we die groen licht zouden geven om te zorgen dat we dat ook echt vlot kunnen trekken met elkaar. En je ziet ook nu dat als we nu kijken naar wat daar is gedaan, dat we ook echt boven verwachting daarin successen hebben behaald. We kunnen constateren dat de kantorenmarkt en het aanbod van de vierkante meter kantoren en bedrijfspanden, dat die echt weer in een gezond evenwicht zijn. Dus dat aanbod en vraag weer een gezonde verhouding hebben. En dat betekent ook dat die leegstand, die natuurlijk een heel nadelig effect heeft in de stad. Want natuurlijk gewoon veel donkere, lege gebouwen in de stad is echt heel onplezierig, ook qua veiligheidsgevoel en leefbaarheid. Dat we daar ook echt wel een mooie verandering hebben weten te realiseren. De openbare ruimte die om zo'n gebouw heen zit, daar zou je ook naar willen kijken. Dus dat zijn wel echt zaken. Ook duurzaamheid natuurlijk een belangrijk aspect. Zeker als je kijkt ook naar de toekomst, wat nog ons ligt te wachten op het gebied van energietransitie. Dat zijn wel aspecten waar we graag in ieder geval afspraken over zouden willen maken. We zijn natuurlijk als Arnhem trots op de creativiteit die hier heerst, het ondernemerschap dat er is. En we willen daar juist ook nog steeds graag aan meewerken. We zien ook echt nog heel veel kansen. En we hebben ook ervaring opgedaan van hoe je dat als gemeente goed kan ondersteunen en faciliteren. En dat gaan we natuurlijk, daar gaan we zeker mee door, omdat juist die creativiteit en die innovatie willen we juist graag in de stad behouden. Er is veel getransformeerd in Arnhem de laatste tijd. Wat vindt u daarvan? Ja, dat is een enorm succes van dit beleid. We hebben keihard heel veel woningen nodig, vooral voor starters. En daar heeft dit beleid in het verleden een hele goede bijdrage aan geleverd. De kern daarvan is dat het een heel succesvol beleid is geweest, maar dat er ook een paar knelpunten zijn. Het belangrijkste knelpunt dat het college ziet, is dat ze wil kunnen sturen op kwaliteit. Ik vind dat ook heel belangrijk en daarom wil ik gaan voorstellen om een lijstje te maken van beleidsstukken, concrete beleidsstukken, waarin staat hoe die kwaliteit eruit moet zien. En dat wil ik, zodat als een initiatiefnemer die een kantoorgebouw om wil bouwen tot woningen, dat hij van tevoren weet waar hij aan toe is, aan welke kaders hij zich moet houden. En dus weet of de ombouwen, de plannen die hij heeft, of die succesvol kunnen zijn. Want wat is en wat blijft, is dat we in Arnhem heel veel woningen nodig hebben. We willen niet dat de stad op slot gaat. We willen dat kantoorgebouwen ook in de toekomst nog omgebouwd kunnen worden tot woningen met voldoende kwaliteit. Is er nog steeds woningnood in uw ogen in Arnhem? Oh, zeker. Als we kijken naar hoe lang je moet wachten voordat je hier een huurwoning hebt en hoeveel je moet betalen als je niet in aanmerking komt voor de eerste op de lijst bij entree. Ja, je betaalt godsvermogen hier voor een woning. Kunt u even aangeven welke drie dingen wij zouden moeten doen in Arnhem? Bouwen, bouwen en bouwen.